Grill. Top jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zitten we op Black Ops 3 Boys. En vandaag gaan we iets nieuws doen, want zoals jullie zien, we zitten niet op Fortnite. We zitten op Black Ops 3 en er zijn wel een paar nieuwe updates gekomen, waardoor er een nieuwe game mode zijn eigenlijk. En die wil ik bij deze twee video's. Dus er komen deze week twee video's online, met misschien vier of zo, drie of zo. En dan we gaan even Call of Duty spelen deze week. Dus dan weten we dat deze week mooie Call of Duty video's online komen. Maar ik hoop niet dat jullie dat erg vinden. Want Call of Duty misschien is ook niet al te erg dan alleen maar Fortnite, wat jullie zien. Maar als jullie Fortnite willen zien op mijn kanaal, ga dan gewoon even naar mijn livestreams. Klik eventjes ergens in het midden aan of zo. Dan even een potje gaan spelen. Hey, dan kan je altijd nog Fortnite zien. Maar vandaag gaan we Black Ops 3 doen, boys. En zoals je kan zien bij dit hier, de bovenste, staat een drietje bij. Of ja, een mooi symbooltje. Dan klikken we daarop en dan zie je dat Prophunt is ingekomen. En Fringe en dan Nightfall. Dus dan is Fringe eigenlijk in het donker. Ik heb ze allebei nog niet gespeeld. De Fringe en Nightfall gaan we de volgende video spelen. Maar nu gaan we eerst Prophunt spelen. Dus jongens, als jullie het leuk vinden, geef dan sowieso even allemaal de thumbs up. Thumbsies, gewoon thumbs. En dan, dan heb ik dit al een lange tijd niet meer gedaan. We komen in een playing game. En we gaan legit proppen spelen. Ik heb er serieus zin in. Let's go. Laten we even wachten. Ik maak hier zo. De proppen duurt volgens mij niet heel erg lang. Maar dan doen we ongeveer wel twee of drie potjes ongeveer. Want nu zitten we in een potje dat we midden in één keer komen joinen. Dus jongens, geef gewoon eventjes allemaal duimpjes omhoog. En abonneer sowieso als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan wij eens even kijken of dat prop het leuk is op Black Ops 3, jongens. Want ja, Black Ops 3 vond ik echt altijd een mooie game. Nu nog steeds. En op Wilded War 2 heb ik ook geüpload dat er prophunt was. Dat heb ik samen met Brian gedaan. Hij had er helemaal stuk gelachen. En nu hoop ik dat op. Ja, en toen vond ik het ook best wel leuk om freaking Black Ops 3 ook dat te krijgen. En wat krijgen we nou? Oh my god, hou je back. Nee. Jongens, dit staat hier toch normaal nooit? Even serieus. Nee, jongen. Ga je nou zo schril zijn? Kan je wel, jongens? Black Ops 3 ken ik super goed. Want daar heb ik echt super lang gespeeld. Dus deze spot zou ik eigenlijk, denk ik zelf wel, misschien wel hebben gevonden. Die kijk, je ziet daar trouwens ook nog allemaal dingetjes. Zie je dat gele, weet je wel, dat je daar ziet. Daar, ja, ik kan die aanwijzen, dus ja. Maar daar zie je iets staan. Nou, die zou ik denk ik ook niet zelf vinden. Maar voor mij is het net begonnen. 5 wisseling. Oké, er leven er nog 5. Hoe de fuck komen die daarboven? Wacht even. Legit, hoe komt. Oh, je kunt natuurlijk dubbel boosten. Ja, kijk. En dan kan je gewoon stilzitten. Oké, nu mogen we ook very vaak in de lucht gaan kijken. Want kijk, dit is. Ja, nee, dit is OP. En jongens, ons team die gaan winnen. Dat zeg ik je wel. Oké, dit is OP, ouwe. Dit is nog meer OP. Ja, maar even serieus. Ja, maar even. Kijk, box in de lucht, jongens. Wie verzint dat? Wie verzint literally dat? Oké, let's go, jongens. Je ziet hem daar ook staan. En, oh, hij is best wel hard gehit, hoor. Dus. Ik ben benieuwd. Ik kan die niet checken of zo. Kijk. Oh, laat maar. Ik check hem al. Oké, dit is ook nog OP ook. Ja. Kijk. Oh. Jongens. Oh, de ammo kist die gaat er vandoor. Oh, dat grote loempia ding, waar is dat ding dan? Ik denk dat dit is. Kijk, daar zitten de twee boxjes. Nee, je kan gewoon midden in de lucht stil hangen. En wat is deze? Nou, dan weet ik. Ja, jongens, mooi dat wij dit nu komen kijken, want anders had ik dit nog nooit uitgevonden namelijk. Dit is al, dit is nice dat we nou eventjes lekker kunnen kijken van hoe ze spelen. Kunnen wij meespelen? Ah, kut, dan mogen wij zo meteen gaan zoeken. Goddammit. Oké, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ik ben wel. Ja, wij winnen. 4, 3, 2, 1. Oh nee, laat maar. Kijk, nu gaan ze fluiten. Laat maar. Over 26, 25, 24 hebben wij gewonnen. Let's go, joh. Ja, dit vinden ze nooit meer. Er liggen alleen de 3 al live. Kijk, hier zijn ze alle 3. Wat wil je nog meer, jongens? Wat wil je nog meer? Ja, nu zou ik ook gewoon gaan kloten. Ja, nu bij de lul. Of niet? Kom, hou je back. Hou je back. Nee, joh. Hou je back.
Nee joh. Nee joh. Zo noob. Oké. 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 Let's go. Nou jongens, nu is het onze beurt om te zoeken. En dat zoeken gaat misschien niet zo heel goed af. Maar we zullen het zien. Maar we zullen het zien. Ik heb er heel veel zin in. Doe daar eventjes duimpjes omhoog voor het... Oh ja, nu wordt het zwart beeld. Wat niet? The fuck? Ja, maar wat moeten we nou doen? Ik ken dit niet. Wil je dingen gaan pakken ofzo? Jongens, ik weet niet wat ik moet doen. Is dit een pop ofzo? Oh nee, dat is gewoon even een wachtscherpje. Oh, dat hebben ze wel super doof gedaan, ouwe. Oké, let's go. Nu gaan we ook in de lucht kijken. Ergens, overal. Want je ammo gaat niet op. Oké, je ammo gaat niet op. Dat is nice. Goddammit, nu mogen wij gaan zoeken, jongens. Trouwens, ik heb ook al legit een lange tijd niet meer... The fucking is. Oh jongens, dat fluitje is ook super handig. Dat was ik even vergeten. Ik zeg het je heel eerlijk. Oh, kut wc hier. Hey wc, kom eens hier. Ja, ik heb hem. Yes. Oh, we zijn bij de level 200 jongens. Hey, dat is awesome. Dat is awesome. Jongen, ik heb heel lang... Mijn aim is echt compleet... Wat loopt daar? Waar? Hallo? Ben je alweer kwijt? Ik ben je alweer kwijt. Oh, mijn aim vloog. Jongens, ik zweer het je. Blame me niet om mijn aim. Ik heb te veel Fortnite gespeeld. Dankjewel. Kaas. Die keer uit de klet ik als kaas. Let's go, man. Oh, geweldig. Oké, dat ding kan daar op zich wel liggen. Ik ben echt heel scheef. Ik ben overal op aan het schieten, weet je wel. Je arm gaat toch niet op. Hier iemand? Nee? Oké. Nou, dan gaan we eens even hier kijken. Ik probeer een beetje, als ik in de map zit, weet je wel, dan probeer ik even te... Oh, we hebben ze al. We hebben ze serieus nu al? Ja, we hebben ze al. Ik heb 2 kills. We hebben ze al. Hey, dit is wel super gaan. Dit is wel super mooi. Dit is zeker wel mooi. Ja, Black Ops 4 komt er ook aan, jongens. Dat is ook even een trailertje geweest of zo, een maandje geleden of zo. Dat is aangekondigd. What the fuck, ik ben zo'n groot ding. Ja, ik ga eerst changen. Hoe de fuck moet ik ook weer doen? Kut. Change. Ja, let's go. Ik ga hier gewoon achter zitten. Let op. Nee, valt ook echt niet op, hè. Nee, goddammit. Shit. Patapata. Shabadabidida. Shabadabidida. Tadadada. Wacht. Decoy. Oto. Oto, dat moet ik niet doen. Kut. Shit, ik heb... Ik weet niet wat ik aan... Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik heb dat fucking ding daar geplaatst, maar nu zit ik hier zelf. Legit, iedereen staat er bij elkaar. Oh nee, dat staat... Nu zit ik vast. Ik zit zo vast. Let's go. Ik zit fucking in de muur vast, jongens. En ik zit nog... Oké. Ah jongens, ik hoop niet dat ze hier komen. Ze gaan mij sowieso neerknallen, anders kan ik nog even... Oké, wat is flashen? Even kijken. Flash is L2, hartstikke mooi. Ja, ik heb al een heel lange tijd niet meer op controle gespeeld, jongen. Dat is echt verschrikkelijk. Oh, kut. Flash en dan change. Fucking tuinschuurding. Kut! Kan die niet... Ik ben zo'n groot winkelding. Ja, maar jezus.
Ja, toen zag ik daar bovenin. Oh ja, ik ben ook wel heel slecht, maar ik krijg ook wel een rukloot. Rukloot? Ik begin echt een Fortnite. Bro. Ja, ik kreeg wel een ruk props eigenlijk. Die fiets die zat op P. Ik zeg het je, dit ding staat hier ook best wel goed. Oh god, we leven er nog superveel. Als wij dit... Oh, nog 1 minuut, boys. Hou het vol. Hou dit vol. Ja, mijn plekken waren ook niet erg om te denken van... Ja, daar hou je van. Maar oké, het is Fringe. Dus ik ben blij dat de Call of Duty Black Ops 3 nou eigenlijk heeft gedaan. Want ik heb een beetje de plaatsen nu. Oh, jij bent een lul, bro. Jij bent een lul. Hou je bek. Hou je bek. Nou ja, hij heeft hem serieus. Hij heeft hem serieus, jongens. Het is ook wel een vrachtwagen van hier tot een toeter. Jongen, jongen, jongen. Wat een bananenschijf is dat dan. Jongen. Nou, het kan ook niet erger met deze potvest. Nou, let's go. Ik weet niet wat hij hier aan het doen is, maar hij loopt zich te... Oh, hij springt serieus naar... Hij legit is gewoon aan het trollen, deze kerel. Ik zeg het je heel eerlijk. Ik moet daar volgende keer ook boven gaan zitten, man. Ja, dit ga ik volgende keer ook doen. Kijk hoe hoog jij zit, bro. Fuck mijn controle. Oké, mijn controle deed even een beetje spassies. Ja, dit is van een OP plek. Ja. Oh mijn god, we gaan weer binnen. Nee, onze teammates, jongens, zijn echt beest. Holy shit. Ik denk dat nu ook de legit match erop zit. Dus dat we zo meteen potje nummer 2 gaan doen. Want ik denk dat dit de potjes waren voor nu. En ik hoop dat mijn teammates gewoon blijven. Maar ja, helaas worden zo meteen de teams weer uit elkaar gehusteld eigenlijk. Ja. Dus ik niet meer met deze gasten. Oh, dat was een flesje. Hier, let's go. Nou jongens. We hebben gewonnen. 3 keer op een rij. Ook al zijn wij het tweede potje komen joinen. Let's go. Nou, dan doen wij gewoon zo meteen nog een potje, jongens. Dat denk ik wel. Want dit is een beetje kort natuurlijk. 5 minuten ongeveer. Maak je gewoon lekker een lange video van. Of ja, 10 minuten is gewoon ja, een redelijke tijd om lekker naar een video te kijken, denk ik. En ja, let's go, jongens. Dit was het potje. Nou, laten we dan maar opgaan naar het tweede potje van de dag. Dus jongens, tot zo. Nou boys, we zitten weer in Black Ops 3, het potje laat. Ja, we zitten al de hele tijd in Black Ops 3. Webcam, zo. Ja, we zijn aan het laden. We zitten in Black Ops 3 natuurlijk. En ja, we zijn aan het wachten voor de prop hunt. Let's go. En we gaan weer gadverdamme zoeken. Nou, let's go, wij gaan tweede worden. En dit kleine kutspelletje of zo, ik weet niet wat het is. Maar oké, let's go, we gaan even tweede worden. We moeten op die balletjes schieten waar ik zo net zei van wat de pak moet ik doen. Moet gewoon zo'n balletje achtervolgen. Moet zo'n bal. Got hem. Kakkind. En nu bewegen ze niet. Wat is dit dan? Maar ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Hoppa, een beetje je aim testen. Dat vind ik wel even fijn. Zit hier nog van die rotballetjes? Ja. Hoi, ja, mijn aim is niet zo best. Hoi, jij ook weer hier. Dat is gezellig. We zijn eerst. We rennen voor de eerste plek. Dat zei ik je. En de props zijn daarmee ook gelijk verstopt. En dan gaan wij nu gelijk zoeken naar de proppies. Ja, dit is kut. Ja, ik ben echt. What the fuck? En dat geluid was. Oké, okay, ik heb vreemd. Of hoe heet de map nou? Aquarium, toch? Ja, nou, deze map in ieder geval heb ik nooit echt heel vaak gespeeld. Want dat komt omdat ik deze map eigenlijk gewoon pure scheid vind. Dus deze map heb ik daarom nooit zo vaak gespeeld. Dus ik ken ook hier niet alle, ja, alle dingetjes of zo waar ze kunnen zitten. En heb jij hem hier al, bro? Want ik hoorde hier net wel allemaal gekke fluitjes. Dus, ja. In een random plant hier in één keer in. Ja, ik ben hier gewoon overal alles aan het kapot schieten, boys. Want we moeten, ja. Ook boven je kijken, namelijk, hè. Maar ik ben bang dat we zo meteen met iemand hierin zitten en die ook best wel aardig goed is. Oké, okay. Of hij zit hier boven. Of ik.
Ja, jongens, ik ben naar een fles en ik heb geen idee waar hij juist naartoe is gegaan. Oké, nu ben ik echt heel... Ik probeer nu te denken waar die is, maar... Ik heb niet gezien waar de kant die op is gegaan. Maar zit hij nog wel? Hij zit hier nog wel, lul. Nee, dan flikker ik uit de map, wat hè? Ja. Dit is wel een goede hiding spot, ouwe. Ik weet niet welke jongen, maar hij zit hier toch nog erg, denk ik. Oké, dan Joris is juist naar beneden gesprongen. Oké, ik ga hier even weg, want ja. Of het is in zo'n paal, weet je wel. Oh. Maar hij zit hier legit. Ik denk dit dat hij bovenop zit of zo, maar. Die kerel zit dus waarschijnlijk de kaart uit te lachen van waarom de fuck zie jij mij niet? Ja. Ik snap er geen kerk. Maar even serieus. Wat zie ik niet? Ik hoor hier dat fluitjes. Ik weet niet of jullie het horen of dat de game zo hard staat, maar. Ja, maar hij zit hier achter. Au, au, au. Oké. Dat is ook voor het eerst dat ik erachter kwam. Nee, we gaan. Ik heb legit geen idee van waar die gasten nou zitten. What the fuck? Een pingwing? Een pingwing? Een pingwing, you. Nee, maar serieus, daar heb ik hem echt niet gezien. Daar heb ik hem echt niet gezien. Waar is dat een pingwing, ouwe? Oké, ik heb een jeuk aan mijn neus in één keer. Fuck. Oh ja, hier, kijk, daar ga je het al. Vandaar, nu ga ik ook zo hoog. Nee, joh. Nee, joh. Oké, let's go. We gaan nu over... Hey, let's get this. Let's get this. Ik ben zo'n ding om een pallet op te tellen. Let's go. Oh, ik weet niet eens hoe dat ding heet. Let's go. We bonjour ons zo... Ja, we gaan ons hier gewoon even neer bonjouren. Hier, wat dacht je hiervan? Hier. Oh. Nee, 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 nee. What the fuck? Oké. Oké, let's go. Hop. Dit is niet hoog genoeg. Dit is niet hoog genoeg. Oké, kut. Hup. Ja. Oké, let's go. Daar hebben we de eerste enemy al. Hallo. Ja, nee, what the fuck, man, ouwe. Nee. Ben ik al gevonden? Ik kan niet al te hard lachen. Want zo meteen ben ik wel gevonden. Ik sta hier. Ouwe, what the fuck? Ja, nee, don't shoot. No. ik snap dat moment niet van hem. Nee, nu gaat hij op alle palen schieten. Fuck. Au, oh, ja, goddammit. Oh. Misschien had ik daar gewoon blijven moeten staan. Oh jee. Ja, ik wil omhoog. Waarom ben ik hier nooit zo. Waarom is iedereen hier altijd zo goed in mij, behalve ik? Hij overleeft. Ik wou zeggen. In die prullenbak staat hij gewoon rustig te chillen. Nee, jongen. Awesome life. Ja, jij staat hier supergoed. Ja. Ja, iedereen rijdt hier gewoon compleet langs. Ik had die zelf ook niet eens opgeschoten, weet je nou. Voor mij zat ik net helemaal zo. Let's go. Ja, dit zijn de enige twee die nog leven. En ze zitten overal verkeerd te schieten. Oké, good luck. Legit, good luck. Oh, nee. Dat is jammer, we hebben er nog één.
Waarom zijn enemies nou zo goed en schieten? Waarom hebben... Oké, legit, waarom hebben wij het zo moeilijk nou? Ja, dat fluiten, jongen, is zo verkracht. Ja, je bent dood. Niet... ze kijken hierin, maar ze denken... Ja. Ja, tuurlijk. Kijk, ja, ik weet niet waar die zo net die penguin zat, hoor, dames en heren. Maar die penguin die zat een... Ja, oké, laat me zitten. Nou, toen dacht hij, nou, ik schiet even op die lantaarnpaal. Ja, toen was het duim. Ja, nou, let's go. Wij zijn, ja, ik kan blijkbaar niet echt stoppen nu. Ik weet niet wat er is. Oké, let's go. Nou, gewoon nog een keer, maar dan gaan we zoeken. Dus we gaan weer even die balletjes kapot schieten. Oké, let's go. Hier, die zijn van mij. Waarom bewegen ze nou wel? Dat is de hele tijd al. Waarom bewegen ze nou wel? Ik ga die achterna, hè. Hier, dikke lul. Hier, jelle van mij. Hier. Nee, kom hier. Wat is dit? Waarom bewegen deze dingen nu wel? Oké. Wat is je nou? Ja, hij mag niet door de muur heen kletsen, jongens. Hij heeft weer gewonnen. Let's go. Oké, we zijn hier lekker. Oké. Ja, oké, nu wil ik ze ook vinden ook, boys. Dus net gingen we echt lekker. Jongen, ik had je nog niet eens gezien. Weet je... Ho. Ik ben altijd mijn best aan het doen om die dingen te vinden, maar hij heeft nou al 3 keer veranderd. Hallo, dood! Jezus! Dat duurde lang, jongen. Nee, daar staat er niet heen. Misschien ben jij zo'n... Ja, we kunnen altijd even checken. Misschien was het ook zo'n... Wordt het echt een slim idee om zo, zo net daar bovenop te zitten, maar oké. We gaan eens even kijken. Er zitten hier van allerlei grapjes boven. Moeten we die nu even naar beneden halen? 1, 2, 3... Legit. Ik ben serieus over... Ik ben me legit nog aan het concentreren om een beetje te... Ja. Een beetje te kijken waar die gasten zitten. Nou, hier allebei zitten ze niet. Oké, ik ben wel heel... Ik hoor je toch echt fluitjes, hè? Oh, waar de fuck kan je zitten? Oké, die kid is wel... Die zijn zo dichtbij. Nee, echt je mond houden. Nog een keer! Ho eens. Daar zag ik wat voorbij komen. Ik... Ja, hier, kom hier. Ha, dat is nummer 2. Deze paal hier. Wat is dat? Wat is dat voor een geluid? Ja. Oké, hier zit er niet echt één meer, maar hier rechts zit er wel één. Heb ik nou... Nee, dat is een prop. Hebben ze? Ja, let's go, jongens. We hebben ze. We hebben sowieso nog een puntje erbij. Misschien kunnen we het nog gelijk maken. Want beter mogen wij nog een keer verstoppen. Dat is die pinguïn. Die pinguïn is legit wel een goede spot, jongen. Ik zeg het je. Maar is nou het potje afgelopen? Jee, yeah, we mogen nog een keer spelen. Daarna zet het erop. Oké, wacht wel wanneer. Voor mij had je gezien waar die dingen stonden. 28 seconden is te lang om... Kut. Ja, een box. Dames en heren, ladies and gentlemen, we are zojuist fucked voor om het live.
Nee, ja, dat gaat hem niet worden. Oké, okay, let's go. Wat zit hier? Oké, beter gaat niemand hier omhoog kijken. Beter gaan we zo gewoon allemaal hier voorbij. En dan hebben wij dit gewoon legit gedaan. Maar ja, dat zal het waarschijnlijk niet zo zijn. Oké, daar hebben de eerste mensen al. Oh, god damn it. Hoi, niet fluiten. 11 seconden. En alsjeblieft, ga je lopen hier weg. Loop je alsjeblieft. Wacht eventjes. Zie je dat ding daar? Voor één kabeltje leg je zo'n heel groot ding neer om er overheen te gaan. Dat je het. Wanneer? Oké. Kak. Beter was jij hier niet. Oh, kijk dit ding. Jongen, kijk dat ding. Dat is een bordje om ergens op te tikken van. Ja, ik weet niet wat dat voor is. Nou, het zal wel. Maar we zitten hier in ieder geval hoog. En droog. Nee, oké. Okay. Let's get it. We zitten hier gewoon lekker bovenin. En ja, we zitten gewoon een beetje just chilling. Just chillings. En nog 2 minuten te gaan. 2 minuten en 30 seconden. En ja, let's go jongens. Hebben we daar een enemy? Ja, ik kan niet veel. Mijn perspectief van hier is gewoon kut. Er is gewoon niks. Ik zit hier zo. Ja, nee. Oké. Ja, ze kunnen niet binnenlopen. Ja, dan doe je naar binnen, zo weet je wel. En dan gaan ze hier zo even kijken. Nee. Ja. Maar kut. Maar we zijn nog 5 alive. Is nog niet zo heel probleem. Zoals je kan zien. Niemand is nog gevonden eigenlijk. Of wel? Is iedereen nou wel gevonden of niet? Ik heb geen idee. Nee, iedereen leeft nog. Let's go. Want de teller staat er nog bij. Weet je wel. Time loopt op. Kut. Loop door. Loop door. Loop weg. Loop alsjeblieft weg. 4, 3, 2, 1. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Goddammit. Bro, loop alsjeblieft door. Loop alsjeblieft door. Kijk, ik hou hiervan. Nou, je niet op de grond liggen, maar wel hoog. Maar kijk, ja. Als je dit zo ziet, dan. Ja, als je dit eenmaal ziet, weet je wel, dan schiet je me ook helemaal kapot. Maar als je. Oh. Die fles, jongen. Maar mij had dat nooit heel veel zin. Oh shit. Oh, hell no. Ja, dat zei ik niet. Ja. Nee. Ik wou je duimpje omhoog geven dat je niet hier terugkwam. Maar dan kwam je toch wel. Lopen. Oh. Oh jongens, het maakt wel heel spannend. Zullen wij ooit een keer een potje overwinnen? Nog 3 alive. Kut, de final whistle. Goddammit. Oké, okay, als we... Shit! Yes! Kak! 20 seconden. Pleur ik hier naar beneden? Waarom pleur ik hier naar beneden? Waarom pleur ik daar naar beneden? Waarom pleur ik daar nou naar beneden? Ik pleur daar fucking naar beneden voor een fucking... Ik pleur daar in één keer naar beneden terwijl ik niet eens mijn controle aanhield. Nou oké, okay, we hebben het in ieder geval sowieso volgehouden tot het laatste jongens. Holy shit. En we hebben dit gewonnen. 2-2. Wat een mooie gelijkmaker is dit jongens. We hebben sowieso niet verloren, maar ook niet gewonnen. Want het is gelijk. Dus jongens, ik weet niet of we nou nog een potje spelen. Of dat het klaar is. En dan zeg ik je... Is het klaar? Ja, maar dan hebben we toch verloren omdat wij dan... En dan... Ja, we hebben gewonnen. Verloren bedoel ik. Nou jongens. Hij gooit zijn dingen naar beneden. Ik zeg jongens, tot de volgende video. Tot morgen. En dan, ja, dan zijn we terug bij een nieuwe video. Maar dan Friends Nightfall. Dus jongens... Als jullie dit hebben genoten, like dan zo eventjes. En laat weten in de comments of jullie dit vaker willen zien proppen. Want proppen is best wel dope. Dus, en bedankt voor de stream. Dus dan gaan we weer andere mapjes uitchecken. Gaan we misschien wel andere dingen doen. Dus jongens, als jullie dit leuk vinden, geef het sowieso eventjes een like. En dan zeg ik jongens, tot de volgende keer. Later.